Met enige moeilijkheid deelt Astrid Engels, 82, haar persoonlijke nieuws met Story: Ik vind het lastig om uit te spreken, maar Tom en ik zijn niet langer samen. Drie jaar geleden begon het liefdesprookje tussen de gerenommeerde kunstenares en Tom Blomberg, 69, veelbelovend. Tom onthulde destijds aan Story: Ik was eigenlijk al vanaf mijn elfde verliefd op Astrid. Ze presenteerde in die tijd het tv-programma Fanclub. Voor zover dat op die leeftijd kan. Had ik elke keer als ik haar op tv zag verliefde gevoelens. Maar ja, ze was natuurlijk onbereikbaar voor me. 55 jaar lang leek Astrid inderdaad onbereikbaar, totdat Tom een bijzonder krantenbericht las. Dat was een artikel waarin haar dochter vertelde dat ze iedereen in Astrid's omgeving had opgeroepen haar moeder een kaartje te sturen voor haar tachtigste verjaardag. Dat bracht mij op het idee een e-mail naar Astrid te sturen. Tom had eigenlijk geen antwoord verwacht, maar tot zijn verbazing kwam dat er wel. Dezelfde dag nog. Ze schreef: Ik heb meer dan honderd kaarten gekregen, maar jouw lieve bericht sprong er echt uit. Dit vormde het begin van een innige relatie, die nu helaas tot Astrid's grote verdriet tot een einde is gekomen. Ik mis gewoon die vertrouwde schouder, iemand die er altijd voor je is. Het voelt vreemd na al die jaren samen. Maar er is niets vervelends gebeurd, we hebben geen ruzie of iets dergelijks, maar op dit moment zit de relatie er gewoon even niet in. Hoe de toekomst eruit zal zien, weet ik ook niet. Het lijkt erop dat Astrid met openhartigheid haar gevoelens deelt over het einde van een hoofdstuk in haar leven.